ben aan het onderzoeken of eenheid een richting heeft. Je kan zeggen, als je niet eenheid ervaart, of je er niet in bent en je moordt, dan voel je waarschijnlijk gewoon niet zo goed. Ik, van de week sprak ik nog. Dat geloof ik. Ik denk ook als je niet in lijn bent met eenheid voor je ziek. Ik ben benieuwd. Wat? Geloof je daar echt? Ja, dat ben ik aan het onderzoeken of dat zo is. Oh ja. Maar daarom is het gewoon goed om het te onderzoeken en niet maar aan te nemen wat ik zeg dat waar is. Een van de kenmerken als eenheid ervaren wordt, is dat er geen geloof is. Dat is zo fucking bevrijdend, dat kan ik je niet vertellen. Dus de basisverhaaltjes van als je in tune bent, word je niet ziek bijvoorbeeld, het is gewoon bullshit. Je wordt ziek als het moment daar is om ziek te worden. Er zijn enkele relaties tussen. Nee. Ja, als het niet gebeurt, worden van zijn hoofd, die worden op een gegeven moment ziek door al dat gedoe. Ja, dat kun je geloven en dat is deel van de stressmachine. Er zijn een hele hoop mensen, zoals je weet, die gezond zijn. Er zijn een hele hoop mensen die niet gezond zijn, zou ik maar zeggen. Of ziek zijn, als dat een teken is van niet gezondheid. Dat is ook nog maar de vraag. En je daar druk om maken is een teken van niet die eenheid ervaren. Want dan zit je druk te maken over een afgescheiden dingetje. Snap je? Dus dat verslaat zichzelf. Als ik zonder stress zou zijn, dan ben ik gezond, is de overtuiging. Maar dan ga ik zitten stressen over de gezondheid van dit ding. En dan moet ik gaan proberen in tune te zijn, want anders word ik ziek. Daar is toch stress? Maar een ander leuk element is dat gezondheid gewoon niet interessant is. Vanuit realiteit. Alleen als je denkt dat je dit bent. En dat is heel apart, als we het toch over gezondheid hebben, waarom hebben we het dan alleen over zo'n ding en niet over gezondheid van allemaal? Ja, dus als ik zeg dat alles één is, zou de gezondheid van ieder mens, iedere rivier, iedere stuk grond mij aan moeten trekken. Zou ik daar verantwoording voor moeten nemen en iets aan moeten doen, want het is one thing. We don't. We hebben het over de gezondheid van mij. En misschien nog van een paar mensen van wie ik hou. Wat een hele ongezonde levenshouding is, want het is afgescheiden. Mijn groepje is belangrijk en dan sta ik gelijk tegenover een ander groepje. Dus voor mij, als we het dan toch over gezondheid hebben, gaat het over totality. Ja, voor mij ook. Oh, gelukkig. Maar als je niet eenheid voelt, dan ben je afgescheiden en dan heb jij last. Als je eenheid voelt, dan heb je het over het totaal. Ja, en dan heb je geen last. Dan zit ik er toch. Vijf meters doe je dat afgescheidenheid, als je dat voelt, ben je al tegen eenheid. Dan krijg je er ook de last van. Nou, je bent niet tegen eenheid, maar je ervaart het niet. Je ervaart het niet. Mm-hmm. Dus het idee is, dat is een ander ideetje, van dat als je eenheid ervaart, of whatever, hoe we het formuleren, dat je niet tot een moord in staat zou zijn. Dat zei ik niet. Oké. Okay. Ik zeg, als je in een eenheid bent, kan je niet moorden. Nee. Als totality het nuttig vindt dat jij een moord uitvoert, of ik, it will happen. Als totality dat niet nuttig vindt, gebeurt het niet. Kan totality dat nou nuttig vinden? Vind je toch niet? Bij wijze van spreken. Een hoge golf of een lage golf. De oceaan creëert, als het ware, niet dat hij dat wil, maar creëert een tsunami. Een heel dorp wordt weggevaagd. Was het de bedoeling van die oceaan? Nee, er stonden huisjes. Nee, maar zo kan, wil ik maar zeggen, totality ook dit systeem gebruiken om iemand te doden. Dat is heel goed mogelijk. En dat zal dan totaal onpersoonlijk beleefd worden. Er zal ook niet raar opgekeken worden als de handboeien omgaan en al dat soort dingen. Er zal dus geen stress bij komen kijken. Dat is onvoorstelbaar, maar that's the way it is. Ramana Maharshi, weet je wel, de grootste bak liefde die er rondliep, hij riep regelmatig met een eind hout achter zijn volgeling aan. Onvoorstelbaar! Dat is jouw idee. Omdat jij van eenheid twee dingen maakt. Je bent zo'n yin-denker. Weet je wel,
Yin en yang is totaliteit. Maar jij denkt dat het totaal kan functioneren op alleen maar yin. It won't work. Nee, dat zeg je wel. Alleen je hebt het nog niet in de gaten. Okay. Jij denkt dat eenheid betekent dat het altijd lief en leuk is. En gezond en niet gewelddadig. En dan is het geen totaliteit, dan is het de helft. Kan je een voorbeeld noemen waarin het wel zo gebeurd is? Uit de eenheid. Wat? Iemand vermoorden. Nee, ik heb het helaas niet. Maar ik sta op het punt. Het onderliggende idee is, en daar probeer ik je naar te laten kijken, is dat je een hele bak verwachtingen hebt van wat dat betekent. En ik noem dat yin-denken. Je denkt dat als je maar wakker bent, of in eenheid, of whatever, dat dan alles lief, leuk, mooi en aardig is. It doesn't work that way. Het is vrij. Dus als er woede opkomt, bijvoorbeeld, zal die niet tegengehouden worden. Er zullen geen normatieve associaties zijn. It just happens. It will erupt and be gone. Zonder commentaar, zonder identificatie, zonder welke notie dan ook. En mocht daar een slachtoffer bij vallen, shit happens. We're all dying anyway. Dus.